denk dat de startbaan de meest luidruchtige plaats is om te werken en les te volgen natuurlijk. Als ik op vakantie ging, dan zag ik al die mensen op een tarmacje aan het rondlopen. Ik heb voor vliegtuigtechnieken gekozen omdat mijn vader zelf vroeger in de vliegtuigindustrie heeft gewerkt. 17 jaar bij de Sabena. Dus hij heeft mij niet geduwd, maar toch een beetje gezegd van ja, als je dat doet, kan ik u veel helpen qua theorie en praktijk. Verder studeren had ik niet veel goesting in, dus ik heb mijn richting gekozen waarmee ik zo snel mogelijk daarna aan het werk kon. En deze richting biedt mij dan wel de kansen toe om direct hier ergens te beginnen, vooral hier bij Brussel Airlines zelf. Ja, hier fouten maken is natuurlijk niet zo erg goed, ook omdat het onderdeel dat je hier hebt kost serieus veel meer geld dan bijvoorbeeld ja, om de auto of zo. Het kost allemaal stukken van mensen. Eigenlijk hebben wij niet echt meer school nu, omdat we altijd op Brussels Airlines zitten. De loodsorg geeft ons een opdracht. En dus zegt tegen ons waar we moeten staan, met welke persoon, aan de motor, ofwel in de cockpit, ofwel aan de vleugels. En daarna legt de technieker dus ons uit wat we moeten doen, wat we moeten zoeken. Het is wel plezant om, als je even omdraait, zie je de vliegers stijgen en dalen. En dat is wel plezant om te zien. Bij de module onderhoud krijgen wij daar lessen van om ons goed te kunnen beschermen voor alles.